Van harte welkom bij een nieuwe Under Review. Deze week opnieuw met Frank de Bleker. Welkom Frank. Dag Dave, hallo. Laten we beginnen in de Kempen, de Zoete Kempen. Daar hebben die van Westerlo gastheer gespeeld voor Sint-Ruijden. In die wedstrijd is er een lange bal die valt op de arm van Bayram. Uh, Scheidsrechter Laforge grijpt aanvankelijk niet in. Er is een VAR-interventie van Arthur De Nil. En wat gebeurt er dan? Ja, Nicolas Laforge gaat naar de beelden gaan kijken en geeft daarna strafschop voor handspel. Ik moet zeggen, Frank, ik heb gisteren met veel mensen gesproken uit het voetbal. Ik ben niemand tegengekomen die dit penalty vindt. Ja, ik begrijp dat. Het is een, het is een situatie die, uh, die je niet alle dagen tegenkomt, omdat het ja, zo onopvallend opvallend gebeurt. Maar uh, voor ons, als we de reglementen erbij nemen, de laws of the game, is dit een ja, strafbaar handspel. Waarom? Waarom? Omdat de arm weg is, totaal weg is van het lichaam. En dan wordt er straks opgefloten. Dat is uh, theoretisch de juiste beslissing. Speelt het een rol dat de aanvallende partij, uh, gezien de locatie van de bal, op de zeilen naast het doel, geen kant meer op kan? Nee, speelt totaal dat een niet. Rol? Totaal niet. Nee. Je moet enkel zich focussen op het contact waar de bal komt. En het contact van de bal is op de arm die volledig weg is van het lichaam. Dat is de reden dat er een strafschop wordt gegeven. Ja. Dan gaan we in dezelfde wedstrijd spoelen wat door. Hier is een vrijtrap van Metsen. Uh, Frigan wordt licht omarmd door Wolke Janssens. Um, de VAR grijpt in en vraagt ook om een review. Correct. De scheidsrechter gaat terug naar de beelden kijken en beslist om bij zijn eerder genomen beslissing te blijven. Dus geen strafschop. Daar gaan wij ook in mee. Uh, waarom? Omdat we merken dat de Westerlo-aanvaller zich eigenlijk murmt tussen twee spelers in. En dan is er inderdaad een klein contact met de verdediger. Maar dan gaat die aanvaller zo makkelijk liggen dat dit contact niet voldoende is voor een strafschop. Dus wij volgen eigenlijk de scheidsrechters redenering om geen strafschop te geven. En wij vinden ook niet dat de VAR hier moet intussen komen. Dit is geen grijze zone, vind je, waar soms inconsequent in kan gefloten worden, omdat er wel een omarming is? Er is, er is een bepaalde omarming, maar heel, heel uh, kort. Ja. En de aanvaller maakt dan gebruik daarvan. Niet voldoende om, om hem te. Ja. Wij, als dit langer duurt en dat dat een omarming is van drie, vier seconden, dan is dat veel meer duidelijk om een strafschop te geven hier. Is dit eigenlijk te weinig uh, om, om strafschop te geven? Dus wij gaan mee in het verhaal van de scheidsachter. En wij verwachten eigenlijk hier in de wedstrijd geen van interventie ja. Dan gaan we naar de zondag, als dat goed is uh, voor jou. Prima. Racing Genk, gastheer op uh, zijn beurt voor uh, OASL. Ja. Een moment in de 16, Bon Suba loopt weg van het doel. Komt in botsing met Misau, die zijn been zet. Ja. Uh, Wim smet, geeft penalty. Ja. Daar is weinig discussie over. Hè? Weinig. Uh, ook de positie van Wim. Uh, smet van de scheidsrechter was excellent. Hij stond daar drie, vier meter af. Heel gedecideerd naar de straschopstip. En als je merkt, er was ook geen enkele reactie. Dus een hele goede beslissing. Ook dankzij de positie van de scheidsrechter. Dus uh, volledig terechte beslissing. Die avond een wedstrijd in de Gelamco-arena. De KA Gent arena moeten we zeggen tegenwoordig. Ja. Gent ontvangt daar Anderlecht. Jasper Vergoten is de ref. Hazaar in botsing met Watanabe. Een goede doorstikbal van Draaier. Is daar discussie over of gewoon zuivere penalty? Voor ons ook een uh, hele correcte beslissing om strafschop te geven. Uh, ik denk dat Gazaar langs achter wordt aangelopen. Zet zijn, zijn been, ja, dus doet het heel slim. Maar eigenlijk. wordt aangelopen ja. langs achter. Dus uh, je ziet ook op de wedstrijd: er is ook heel weinig discussie uh, van de spelers uit. Omdat je dit ook aanvoelt. Ja. En als je de beelden bekijkt, ja, dan is dat uh, ook een, een hele correcte beslissing om de bal op de stip te leggen. En iedereen meteen ook verrast door die, die knappe doorsteekbal van Draaien. Inderdaad. Daar begint het. Het is een, een samenloop van omstandigheden, ja, zeg ja, maar. Ja, ja. Goed. maar de samenvatting is op zondag twee terechte strafschoppen. Ja, dan zijn we helemaal rond. Opnieuw, dankjewel Frank de Bleker voor deze duidelijke uitleg. Graag gedaan.